Niets is meer heilig. Onder invloed van de economische crisis, nieuwe bezuinigingen, zwevende kiezers, slechte peilingen. De taboes worden allemaal doorbroken. En we hebben het dus over het Haagse nieuws, Frits Wester. Interview met Maxime Verhagen in Telegraaf. Die zei van oké, als er bezuinigingen aankomen, en dat ze eraan komen weet iedereen, dan wil ik dat wel koppelen aan hervormingen. En dan noemde hij een aantal aspecten op waarvan je eigenlijk al weet, daar gaat de PVV niet mee akkoord. Wat is dit voor spel? Nou ja, straks komen die nieuwe CPB-cijfers begin maart. En daar zal ongetwijfeld uit blijken. Iedereen, het is nog een beetje een mantra van het kabinet. Hè? We wachten eerst die cijfers even allemaal af. En dan gaan we straks zien wat er moet gaan gebeuren. Maar iedereen weet dat het moet gaan gebeuren. Er wordt volop gerekend, er wordt volop nagedacht, er wordt volop overlegd. Ja, en partijen zijn nu een beetje aan het voorsorteren van wat willen we wel en wat willen we niet. Ook om straks. Heb je een keer. Ik zal dat proberen te vermijden. Je moet er niet op letten, want als je dat gaat doen, ben je verloren. Dan later te kunnen laten zien. Van ja, dit was mijn inzet. En wat heb ik binnengehaald? Of wat heb ik weten te voorkomen aan nare maatregelen? Zodat ja, de credits dan geïncasseerd kunnen worden. Ja, en Verhagen heeft nu een stap gezet die op een aantal onderdelen die voor het CDA ook een beetje anders is dan anders. Ik bedoel, Balkenende voerde nog campagne met we komen echt niet aan de hypotheekrenteaftrek. De beperking daarvan. Nou, Verhagen zegt, daar moeten we nu toch naar gaan kijken. Nou, dat ligt heel gevoelig bij de VVD. Dat ligt heel gevoelig bij de PVV. Want Geert Wilders heeft eerder ook gezegd, ja, dan een nieuwe verkiezing. Nou, dat ga ik echt niet doen. Nou, dit zal er denk ik deze keer nog niet helemaal uitkomen. Maar dat het een keer gaat gebeuren, dat is evident. Dat gaat echt een keer gebeuren dan het volgende kabinet. Maar ja, tal van andere maatregelen. Hij wil naast bezuinigingen ook hervormen, de arbeidsmarkt en dat soort dingen. Ja, en Geert Wilders, die als door een adder gebeten vandaag van het CDA moet het toontje laten zingen. Ja. Laten we die beide mannen even doornemen. Verhagen is laatst op een CDA-congres geweest. Daar was al duidelijk dat hij niet de nieuwe lijsttrekker wordt. Maar is hij nog gesteund door de stemming daar om nu een beetje flinke toon aan te zetten tegen Wilders? Is dat het gevolg? Nou, niet flinke toon zozeer tegen Geert Wilders. Weet je wat grappig is trouwens? Want Geert Wilders die baalde er heel erg van dat Maxime Verhagen niet de nieuwe lijsttrekker van het CDA wil worden. Althans, niet in de race wil gaan. Want Geert Wilders heeft zoiets van, dan is mijn laatste kans verkeken om straks nog een keer echt te gaan regeren. Als Maxime weg is, Verhagen weg is, dan gaat het niet meer gebeuren. En Geert Wilders want er is geen CDA meer die met Wilders wil regeren? Nee, dat gaan ze niet nog een keer doen, denk ik. Al dan niet in een gedoogconstructie. Kijk, en dat is ook het dilemma waar Geert Wilders nu op dit moment natuurlijk in zit met die bezuinigingen. Van, hij weet eigenlijk zeker dat in het volgende kabinet, ook als je kijkt nu een beetje naar de peilingen, de verhoudingen, de verschuivingen, dat hij de volgende keer naast staat. Nou, hij kan nog 3 jaar nu maatregelen meenemen met het kabinet die hij belangrijk vindt. Als het gaat om immigratiebeperking, dat soort dingen allemaal. Ook laten zien dat hij ook verantwoorde maatregelen durft te nemen. Maar dan staat hij er straks naast met vuile handen van extra bezuinigingen die zijn achterban niet leuk vindt. Ja. Hij kan er ook voor kiezen nu om te zeggen, oké, laat de boel ploffen, dan heb ik geen vuile handen gemaakt. Maar dan weet hij dat hij er nu al naast staat zometeen. Dus dat is een soort spagaat waar die man in zit, waar hij volgens mij zelf ook niet helemaal mee uit is. Van hoe moet ik hier nou precies, wat is dan de beste keuze? Hij heeft natuurlijk aanvankelijk gezegd, dit wordt een heel belangrijk jaar. En ik laat niet met me sollen, maar in het interview dat hij 3 weken geleden geloof ik met jou had, heeft hij toch wel 6 keer of 7 keer gezegd hoe belangrijk hij het vindt om dit kabinet te laten zitten. Ja. Nou, ze willen ook alle 3, Rutte, Verhagen en Wilders, zijn ze er echt op uit om er wel een succes van te maken en om te zorgen dat ze eruit komen met die bezuiniging. Er wordt natuurlijk een snoeihard gevecht. Ja. En er zullen een aantal mensen over hun eigen schaduw heen moeten springen. En, maar hij dus ook. Want, hij ook. Want of Verhagen moet nu al terugkomen op of straks terugkomen op de woorden die hij nu uitspreekt, of Wilders moet water bij de wijn doen. Ja, kijk, Verhagen heeft natuurlijk eerder als vicepremier ook gezegd van er zijn geen heilige huisjes meer. Mark Rutte zei vanmiddag na afloop van de ministerraad op zijn persconferentie als premier van er zijn geen taboes meer. Toen vroeg ik Mark Rutte ook uitvoeren van ja, hoezo geen taboes? Dat betekent dus dat alles op tafel ligt. Ja, er mocht over alles gesproken worden. Ik zeg dus ook over die hypotheekrenteaftrek. Ja, nou ja, dat ging heel erg draaien en moeilijk doen. Ja, je hebt geen taboes of je hebt wel taboes. Ik bedoel, geen taboes om over te praten. Maar als je zeker weet dat je toch niet wilt, dan ligt er wel een taboe op de uitkomst. Maar dus die deden er wel heel erg ingewikkeld over. Maar ze zullen allemaal, de VVD, het CDA, over een aantal schaduwen heen moeten springen. Ja, maar dan zeggen ze erbij, ja, maar dat komt pas in de volgende kabinetsperiode. Ja, straks. Ja, straks. Ja, altijd straks. Ja. Allemaal straks. Maar goed, ik weet nog. En dan kun je dus een belofte doen aan de kiezer die je voorlopig niet hoeft waar te maken, want dat kun je wachten tot na de volgende kiezer. Ze moeten zo meteen wat voor 2013. Europa wil dat we een aantal dingen gaan doen, dat we die schuld terugbrengen. We lopen uit het tijdpad, er zijn hele mooie formules voor. Het doet me erg denken aan bijvoorbeeld de campagne 2006 en ook het regeerakkoord 2006. Dat was het kabinet Balkenende, Bos en de ChristenUnie, Rauwvoet.
En toen werd ons ook bezworen van wij komen niet aan de AOW-leeftijd. Gaat echt niet gebeuren. En Rick Niemann zei toen tegen mij ook in de uitzending, vroeg mij van, oh, dan kan ik dus in mijn agenda zetten, die en die datum kan ik met pensioen nog steeds. Ik zei, nou Rick, doe het maar met potlood. Want dat gaat echt niet gebeuren. Ze komen eraan. En dat zie je nu ook met hypotheekrenteaftrek. Ze moeten er iets aan gaan doen. Maar binnen deze kabinetsperiode? Ja, ik ben benieuwd of ze het durven. Ze hebben zich heel erg ingraven. Ook Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD, heeft ook gezegd, dat gaan we echt niet doen. Nou, ik denk dat dit er misschien niet helemaal uitkomt. Misschien iets met de aflossingsvrije hypotheken op termijn. Het gaat niet in één klap allemaal natuurlijk weg. Nee, maar dat is toch eigenlijk wat Verhagen nu al suggereert. Dat het vooral om het aflossen gaat. En daarvan heeft de VVD toch ook al een ruimte gegeven dat ze dat belangrijk vinden, aflossen. En dat wordt toch gewoon een semantische kwestie. En destijds door het binden aan die 30 jaar. Hè, dat je met 30 jaar recht op aftrekt, is er natuurlijk al ingeperkt. Ja. En zo zijn er meer langzame maatregeltjes wel ingeslopen. Dus misschien vinden ze daar nog wel iets. Dat geldt ook voor de PVV. Maar het wordt wel echt stevig en hard hoor, straks zometeen. Bij welke partij vallen de hardste klappen als het doorgaat? Ik denk dat de PVV uiteindelijk de moeilijkste boodschap heeft om uit te leggen als ze blijft zitten naar de eigen achterban. Ja. Maar daar zal Wilders dus ook één echt ding binnen willen halen van dit heb ik voor jullie eruit gesleept, daar komen we dus nu niet aan. En wat zou dat kunnen zijn? Nou ja, dat zou dus misschien dan door die hypotheekrente aftrek kunnen zijn. Nou ja, dan wachten ze daar nog gewoon 3 jaar mee. Maar het gaat natuurlijk om de eigen risico's en de zorg. Die zullen omhoog gaan, meer eigen bijdrage voor mensen die het zelf kunnen betalen. De arbeidsmarkt, het ontslagrecht gaat eraan. Daar gaan dingen gebeuren. Ja. Dat is voor Geert Wilders ook een lastige boodschap. Vandaag... Terwijl Geert Wilders dat eigenlijk zelf intrinsiek, als je kijkt naar zijn bijdragers vroeger als VVD-Kamerlid, vindt hij dat allemaal prima. Dat vond hij vroeger ook. Alleen, hij heeft zijn economische programma wat verschoven de afgelopen jaren, een beetje richting SP, omdat dat een beetje bij zijn kiezers zit. Er zal vandaag ook in het kabinet gesproken worden over het onderwerp waar we nu zo straks over gaan praten, namelijk over homo-educatie verplicht op de scholen. Woorden van Rutte, dat ging niet door. Ja, er is iets geks aan de hand op een gegeven moment met het kabinet. Die hebben een soort lekafspraak. Er lekken altijd dingen uit het kabinet. Uit de ministerraad, van tevoren, voorlichters die daar mee doen, kamerleden van coalitiepartijen. En Rutte heeft nu zoiets van, als iets voortijdig in de krant staat, een besluit, dan stellen wij dat besluit nog een weekje uit. Uit pesterij? Nou ja, uit pesterij van, dan is het nog niet besproken. Ik bedoel, dit is ook zo'n besluit. Dat is vandaag weer even uitgesteld een week. Ja, dan komt het volgende week wel een keertje. Wij zeiden vanmiddag ook tegen hem na afloop van de persconferentie. Dus als wij als